Kijkers, welkom bij het tweede deel van In gesprek met. In het eerste deel zag je Carla Boetius in gesprek met de heer Reisel en mevrouw Bijlhout. En zij hadden het over een masterclass Mindshift voor Succes. En die masterclass wordt dan verzorgd door de heer Roy Martina. In dit tweede deel gaan we het hebben over verkeersveiligheid. En daarmee gaan we het hebben met meneer Steven Dijksteel. Zo, so, wie is meneer Steven Dijkstil? Uh, ja, Steven Dijkstil is uh, bijna 50. Vader, ondernemer. En sinds uh, vijf jaar weer uh, terug in Suriname. Oké, okay, vertelt u een beetje. We gaan het hebben over verkeersveiligheid. Um, hoe bent u op het idee gekomen om, om de verkeersveiligheid van Suriname aan te kaarten? Uh, vorig jaar hebben we met onze organisatie Meridian een, een project gedaan. waarbij we een jongeman tegenkwamen in een rolstoel. en die vertelde dat hij op weg naar school was aangereden door een automobilist. en een dwarslezing heeft uh, opgelopen. En dat verhaal heeft mij erg geraakt. En op dat moment ging je dan, ging dan steeds meer volgen hoe het zat met de verkeersveiligheid, met de verkeersongevallen. En dan lees je steeds in de krant uh, verkeersongeval, zoveel doden. Uh, maar je las vrij weinig over gewonden of mensen met blijvend letsel. Dus die jongen is me toen bijgebleven. En uh, ik ben toen op het idee gekomen om, om daar wat mee te doen en, in de vorm van een campagne. En uh, ik heb toen met, met een aantal stakeholders contact opgenomen. En die juichten het allemaal toe. En dus is het idee ontstaan om twaalf verkeersveiligheidsfilmpjes te maken voor 2020, iedere maand één. En die zoveel mogelijk uit te zenden om, om een beetje awareness te creëren bij de weggebruiker en de toekomstige weggebruiker. Omdat wij denken dat wanneer kinderen deze filmpjes zien, ze, een, een, ze alvast leren hoe het moet. En ze een corrigerend effect zullen hebben op, op hun ouders. Oké, okay, ja, dus voor elk maand een filmpje en, en heeft, elke, heeft elk filmpje een thema, behalve verkeersveiligheid? Ja, nee. ja we, we belichten verschillende invalshoeken van uh, verkeersveiligheid. Het, het, we hebben uh, fietsers, bromfietsers, alcohol, uh, alcoholmisbruik komt erin voor, uh, agressie in het verkeer. Dus zo proberen we verschillende invalshoeken te belichten. En het zijn van de alledaagse dingen. Die we in beeld proberen te brengen, die uh, we misschien allemaal doen, zonder dat we er zelf bij, bewust, bij, bij stilstaan dat het onwenselijk gedrag moet is. Mm -hmm. En bent u, bent u ook met dit idee ook geweest naar het KPS of uh, afdeling verkeer om daar ook, ook ondersteuning te krijgen van de politie? Ja, we hebben, heel, we hebben ondersteuning gekregen van de politie inderdaad uh, bij het filmen op straat. Um, hebben ze geassisteerd en we moeten nog twee filmpjes opnemen. En uh, daarbij heeft vanaf het ministerie hebben, heeft iedereen zijn medewerking toegezegd en uh, is de KPS ter beschikking. Uh -huh. En hoe was de reactie vanuit um, de politie dat er meer mensen vanuit de publieke sector proberen om ook nog meer awareness um, aan het licht te brengen? heel enthousiast, heel enthousiast. Uh, we hebben meteen de medewerking toegezegd gekregen, dus uh, dat, dat, dat spreekt voor zich eigenlijk. oké, okay, u gaf daar net aan. U, heeft, uh, u bent de afgelopen vijf jaar terug in Suriname. Wat was uw ervaring voor u die jonge man in die rol te laten ontmoeten? In het... uh, meer erg ergernis, <laughs> maar verder, verder stond ik niet echt stil bij. Hoe gevaarlijk men eigenlijk uh, zich gedroeg in het verkeer. Meer ergernis over de files en, en, en uh, de manier van rijden, maar ja, dat heb je overal. Dus, dus je, je denkt, dat hoort erbij. Maar op het moment dat ik die, die jongen tegenkwam, we hebben ook een mini-documentaire over hem gemaakt. Waarin hij zijn verhaal vertelt, dan, dan ga je er wel wat. wat uh, Dieper bij, uh, bij, even bij stilstaan om te kijken van nou volgens mij moeten we met z'n allen individueel kijken hoe wij ons uh, beter kunnen gedragen in het verkeer. Ik denk dat u dat ook sowieso weet dat wij een korps verkeersvrijwilligers hebben in Suriname. En die, die, die doen elk jaar tijdens verkeersveiligheidsmaand vragen ze er extra aandacht voor. Heeft u ze ook benaderd? Ja, we hebben ze zeker benaderd. We hebben heel veel input van ze gekregen. En moet je even voorstellen, in de verkeersveiligheidsmaand van vorig jaar, op een periode waarin er heel veel aandacht wordt geschonken aan verkeersveiligheid, waren er zeven verkeersdoden. Dus dat geeft alleen maar aan hoe, hoe belangrijk het is om heel veel aandacht te schenken aan verkeersveiligheid. Met, um, ik weet nog tijdens die maand zijn men: het wordt bijna niet meer verkeersveiligheidsmaand genoemd, maar verkeersonveiligheidsmaand. Maar het lijkt alsof juist in die desbetreffende maand er meer verkeersdoden worden opgetekend. Deelt u dezelfde mening? Um, ja, het zal misschien toeval kunnen zijn, ik weet het niet. Ik, ik, het, is in ieder geval, het zijn er in ieder geval te veel. Dat, daar kunnen we het over eens zijn. En uh, Dus daar, vandaar dat wij. Uh, iedereen oproepen om, om onze, maar ook campagnes van andere, andere organisaties die zich bezighouden met verkeersveiligheid te ondersteunen. Zodat we uh, op een punt komen dat we elkaar gewoon kunnen aanspreken en dat het kan. Dat, en dat mensen zich verantwoordelijk gaan gedragen in het verkeer. Mm -hmm. En komt kom deze jonge man ook voor een van deze filmpjes van de 12 maanden? Nee, hij, hij, we hebben een mini-documentaire die we ook. Uh, die ook uitgezonden wordt. En die wordt één keer per maand uitgezonden. door verschillende tv-stations. Dus hopelijk dus, ja, krijgt iedereen hem te zien. En behalve die jonge man, um, bent u toevallig achter meer um, mensen gekomen. die door een verkeersongeval invalide zijn geraakt? Uh, nog niet, maar. Uh, uh, nou, ik kan het misschien wel verklappen. Het is een heel positief verhaal. Het is een. Um, ondanks. Ja, ik, misschien moet ik niet te veel weggeven, maar in ieder geval ondanks de, de tegenslag die hij uh, uh, heeft moeten, moeten doorstaan, is het een hele positieve jongen. Um, en en uh, hij kan een inspiratie zijn voor, voor andere slachtoffers die misschien nog in een dal zitten en nog niet weten hoe ze moeten opkrabbelen. Maar ik zou ook graag een verkeersslachtoffer willen spreken die nog bezig is op te krabbelen. Dus met andere woorden, met deze campagne probeert hij ook dan men, dat mensen ook naar voren komen. Om ook zodoende hun verhaal te delen. Zodat men weet dat ze ook zoiets hebben meegemaakt. Ja, klopt. Omdat wij hebben gemerkt dat de, de instituten die uh, deze mensen zouden moeten ondersteunen. niet altijd uh, even goed functioneren. De, de burden zeg maar, van, van zo'n verkeersongeval. De nasleep van zo'n verkeersongeval komt veelal op de schouders van de familie. En als je geen goed vangnet hebt, dan, dan wordt het een stuk moeilijker om, om uh, een dergelijke teleurstelling of een dergelijk drama te overwinnen. Mm -hmm. En weet de jongeman toevallig wie hem had aangereden toen de tijd? Ja, ja het is uh, bekend bij hem. Ja. En heeft die persoon wel zijn verantwoordelijkheid genomen om de kosten van wat? Qua um, medische voorziening en rolstoel en de. de, de hoe hoe zegt men dat? De accommodaties dat hij weer makkelijk in zijn moeders huis of zijn huis terecht kan komen. Heeft de dader wel daarvoor opgedraaid? Weet u dat toevallig? Um, dat, dat viel zwaar tegen. Dat viel zwaar tegen. Dat, uh, dat, dat, dat vertelt hij ook uh, in, in de. Documentaire. Um, maar goed, gelukkig is hij nu goed terechtgekomen. Heeft hij een goede woonplek en wordt hij deels ondersteund door het uh, Staatsziekenfonds. Dus uh, gelukkig zijn die voorzieningen er wel. Uh -huh. En behalve aandacht vragen voor verkeersveiligheid um, of voor de verkeersveiligheid, um, wat wilt u nog meer bereiken met um, zo'n campagne? Um, zoals je zei, aandacht vragen voor verkeersveiligheid. We willen um, uh, in ieder geval proberen, helpen de instituten die uh, er moeten zijn voor verkeersslachtoffers na een verkeersongeval, helpen inrichten, helpen aandacht daarvoor uh, te krijgen, zodat ze, ze goed ingericht kunnen worden. En we willen de, de toekomstige weggebruikers willen we opvoeden. Uh, het is meer een opvoedkundige campagne waarbij... Uh, kinderen de, de spotjes en de, de scènes te zien krijgen. Die zullen ze heel vaak ook herkennen. En uh, we zijn ervan overtuigd dat ze uh, een corrigerend effect zullen hebben op hun ouders. En op het moment dat zij zelf bestuurder zijn van een voertuig, dat uh, een dergelijke campagne ze kan helpen om zich wel goed aan de verkeersregels te houden. En hoe, hoe lang was u en uw team bezig om deze campagne op poten te krijgen? Uh, we zijn in juni vorig jaar gestart. We zijn niet onafgebroken ermee bezig geweest omdat uh, het min of meer een vrijwilligersproject is. Dus, uh, maar we zijn in juni gestart en we zijn eigenlijk nog steeds bezig, want de laatste spotjes moeten nog uh, gemonteerd worden. En uh, oké, okay, u zegt, u bent niet onafgebroken bezig geweest. Geen nood, maar zolang en in die periode heeft u wel opgemerkt dat um, het gedrag van weggebruikers is veranderd? Of vindt u toch nog, er moet nog heel veel bijgeschaafd worden? Het gedrag is inderdaad veranderd. Ik heb het idee dat het is verergerd. <laughs> oké, okay. waarom zegt u dat? Nou, als je alleen maar kijkt. Dat we in 2019 zijn geëindigd met 80 verkeersdoden. En dan hebben we nog niet eens alle uh, gewonden geteld. En dan hebben we nog niet alle materiële schade die er is dus aangericht geteld. Dus, dus, dus in mijn optiek is het verergerd. En het, het lijkt ook gewoon. Um, de, 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 ik weet nog. Uh, ik, reek, ik kwam een keer van, van de luchthaven. En een, iemand had op het fietspad. Aan de Indira weg twee mensen Klopt. omver gereden en is doorgereden. Dat, dat spreekt voor zich eigenlijk. Ja, sowieso. En um, ja, dus ja, soms, soms vraag je jezelf af: is men wel, wel ervan bewust hoe men rijdt in het verkeer? Hè? Um, ja, men doet het. Dus ja, ik, ik, ik denk dat men zich onvoldoende beseft. Uh, welk gevaar men creëert door op die manier te rijden vaak een van de veelgenoemde redenen is haast uh, ik ben te laat ik kan ook gewoon bellen. dat nemen we ook mee in een van de spotjes al de redenen of excuses die mensen, die mensen hebben om zich niet aan de verkeersregels te houden maar um, met een telefoontje en doorgeven dat je iets later bent, uh, breng je jezelf en anderen niet in gevaar. En um, je kan, uh, ik denk dat het wel geaccepteerd wordt als je op tijd aangeeft dat je wat later bent. Sowieso. En je um, heeft het over een spotje. Ja, om een beetje technisch te praten, mensen denken spotjes, spotje is 20 seconden, 30 seconden. Hoe lang duren de spotjes, de invoer spotjes Gemiddeld tussen de 30 en 45 seconden. Dus um, Men gaat niet balen. Dus het zijn echt. Ja. 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 Oké. Okay. En. Sorry <laughs> hoor. Ja, um, is net als wat ik zei: een spotje moet niet te langdralig zijn, want mensen gaan, mensen balen snel. Vooral um, de meeste kinderen, om het zo te zeggen. Maar oké, okay, de spotjes zijn er, de spotjes worden afgedraaid. Elke, elke maand, door geheel het jaar door, wordt het um, dan afgedraaid, dus elke maand één. Maar um, heeft, u, heeft u nog een boodschap naar misschien um, de weggebruikers of naar andere instanties die, die zo'n project ook een warm hart zullen toedragen? Um, nou ja, aan, aan de bedrijven, aan de bedrijven in Suriname wil ik vragen om, uh, om ons te ondersteunen. Uh, het uitzenden van de spotjes dat kost heel veel geld. We hebben de spotjes gemaakt, maar het uitzenden kost heel veel geld. En wij willen ze zoveel mogelijk uh, uitzenden, zodat we aan het eind van het jaar de, bijna iedereen bereikt hebben en dat bijna iedereen zeven tot acht van de van de spotjes gezien heeft, zodat en pas op dat, dat moment ga je eigenlijk tot mensen doordringen. Dus uh, we kunnen met betrekking tot de uitzendkosten nog wat uh, hulp gebruiken en aan de weggebruikers wil ik vragen om uh, in ieder geval uh, naar de spotjes en naar de mini-documentaire van uh, de jonge man te kijken. En dan denk ik dat dat voldoende zal zijn om uh, bij hun een besef te creëren. Het besef te creëren dat uh, het verkeer gewoon uh, heel gevaarlijk kan zijn op het moment dat je je niet aan de regels houdt. Mm -hmm. Een vraag die me nu net even te binnen schoot: zit hij nog op school of is hij al klaar met de school ondanks uh, zijn invaliditeit? Nee, hij werkt inmiddels. Hij heeft een uh, baan als dispatcher. En hij uh, is een hele positieve jongeman. Ik zou niet te veel zeggen, maar ik raad het iedereen aan om uh, naar de mini-documentaire te kijken. Mm -hmm. Oké, okay, we hebben het gehad over de spotjes, we hebben het gehad over uw oproep. Maar laten we toch een beetje meer weten over meneer Dijkstil zelf en over uw bedrijf. Um, ja, ik weet. Is, is, ja. Ik, ik ga lijken alsof ik reclame kon maken hier. <laughs> ik heb een uh, financiële achtergrond. Ik uh, werk als consultant in uh, financial services en, en, en marketing. En samen met mijn partner. En zij, haar achtergrond is journalistiek. Dus samen doen we communicatie, financial services en marketing. En doen we verschillende projecten voor verschillende bedrijven en, en instanties. Ja, dat is toch wel interessant. Mensen zou, oké, okay, het is toch niet uh, super ver van mijn bedshow. Want die zegt, je partner is in de journalistiek. Dus die kan dan ook de juiste vragen stellen als ze een beetje onderzoek gaat. Ja, dat kan ze zeker. Oké, naar me nog kijken. Nee, ik denk dat het. Uh, het kan nog, uh, dit is sowieso een heel goed project. Dat kan altijd gezegd worden. Er moet niet alleen in de verkeersveiligheidsmaand aan aandacht besteed worden aan het verkeer. Dat proef ik een beetje, een beetje in uw verhaal. Um, en um, ja, behalve, behalve de burgerij, de samenleving, maar misschien ook, heeft u misschien ook een, een bepaalde boodschap misschien naar het ministerie van Justitie en Politie toe? Um, nou ja, ik, ik, uh, ik, nou ja ik, ik wil ze in ieder geval bedanken. Bedanken voor de medewerking, bedanken voor de ondersteuning die ze hebben geboden. En um, ik zie tegenwoordig ook steeds meer politie op straat. Dus ik denk dat dat ook een uh, corrigerend zal werken naar, naar de weggebruiker die, die denkt uh, de Formule 1-coureur uit te hangen op, op uh, de openbare weg. Sowieso. Ja, mensen. Je hoort wat meneer Dijkstil zegt. Corrigerend optreden in het verkeer is geen vorm van uh, vijandigheid. Het is gewoon letten op uh, hoe je eigenlijk reed. Um, ja. Als ik het echt zo moet bekijken. Heeft, de informatie is, het is. Dit was heel luchtig, en heel luchtig gesprek. Soms zou men denken: ja, verkeersveiligheid en een verkeersongeval zou een beetje zwaar gesprek zijn. Maar het was toch heel luchtig? Het was echt een heel luchtig gesprek, zal ik maar zeggen. Ik ben er, uh, ik ben er tenminste veel mee gekomen dat niet alleen mensen die agenten ooit in zijn geweest zich hiermee bezighouden. En het ook mensen vanuit de financiële sector, ook de mensen. Hun hart op, het goede plek hebben, op, op de goede plek hebben? Ja, het is een kwestie van uh, uh, we leven met z'n allen in de samenleving, in deze samenleving. We moeten met z'n allen er het beste van maken. Dus als, als je iets kan doen, dan doe je het gewoon heel graag. En ik denk dat dat voor ieder geldt in meer of mindere mate. Ja, en kijkers, u heeft het gehoord. Veiligheid geboden in het verkeer is altijd het beste, dat zegt meneer Dijksteel. Meneer Dijksteel, ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw komst naar de studio en um, voor het, ja, het inlichtend gesprek die we hebben gehad over verkeersveiligheid. <laughs> En kijkers, hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van In gesprek met. In het eerste deel zag u Kalle Boetius in gesprek met de heer um, Reisel en mevrouw Blokland. En zij hadden het over Mindshift voor Succes. En die uh, masterclass, masterclass, sorry, masterclass Mindshift voor Succes. En die masterclass wordt dan verzorgd door Roy Martina. Mocht u deze aflevering hebben gemist, geen nood. De herhaling is om 8 uur op 12.2. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende week. Tot dan!